van. Wij zijn echt verliefd hierop. Deze zijn echt fantastisch. YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik weer een shoplog en ik heb echt lekker veel gekocht. Oeh, kijk, een tas vol goodies. Deze tas heb ik trouwens ook nieuw gehaald. Ik heb voor 50 euro geshopt en ik heb echt van alles wat, van beauty dingen tot aan kerstspulletjes tot keukendingen. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Blijf dan gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog en abonneer je ook natuurlijk even op het YouTube kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En ik vind het ook mega leuk als jullie een comment willen achterlaten. In ieder geval, genoeg gekletst. Laten we doorgaan naar de shoplog. Okidokie. Ik begin wel gewoon wat ik als eerste zie. En dit is namelijk een haarmasker. Ik vind dit er zo cute en leuk uitzien. Ik kon niet heel veel ruiken, want er zit natuurlijk zo'n plasticje overheen. Maar wat ik kon ruiken in de winkel, rook echt heerlijk. Ja, dit ruikt zo lekker. Het ziet er ook echt uit als yoghurt. En ik zou echt zo een lepel willen pakken en ervan willen proeven. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Het is in ieder geval met besjes en druivenpitolie zit erin. Geen duivenolie, maar druivenpitolie. Een masker kost €1,95. Dan ga ik door naar iets ook van de beauty afdeling. En dit zag ik en ik dacht, oh mijn god, dit moet ik echt meenemen. Dit zijn namelijk super boosters. En ik laat ze nu even allebei zien. Het is van het merk Elisa Jones. Nog nooit van gehoord. Ik heb hier een brightening super boost en de blemish control super boost. En dit zijn gewoon ingrediënten. Het is een serum. Eentje is met vitamine C. Hier zit 5% vitamine C in en 2% matrixyl in. Ik ben altijd op zoek naar goede skincare producten. Ik heb echt altijd problemen met mijn huid. Skincare is super, super, super duur. Dus toen ik dit zag, vond ik het er echt heel goed uitzien. En dit is 10% niacinamide en 1% zink. Skincare hoeft helemaal niet duur te zijn. Als de ingrediënten die erin zitten gewoon goed zijn, dan maakt het helemaal niet uit. Voor hoe ver ik verstand heb van ingrediënten, zag dit er wel heel goed uit. En deze kosten €2,69 per stuk. Dus dat is eigenlijk heel erg goedkoop. Goed, dat was veel te lang. Ik gooi trouwens nog een skincare tip er doorheen. Want ik heb ook zeep gekocht. En dit is gewoon handzeep. Je kan wel de beste skincare ever hebben. Maar als je make-up sponsjes en kwasten vies zijn, dan kan je echt de duurste skincare hebben. Maar dan zal je huid er sowieso nog op reageren. Dus ik gebruik nu antibacteriële zeep om mijn kwasten en mijn make-up spons te reinigen. En dat doe ik zo vaak mogelijk. En deze kost €1,24. En hier zitten dus twee zeepblokken in. Dan heb ik nog twee douche gelletjes gekocht. En dit komt van het merk Fa. En ik vind het dus heel erg chill in de winter als er ook olie in mijn douchegel zit. En dat vind ik net even wat lekkerder aanvoelen en zo. En deze ruiken ook echt heerlijk en was maar €1 per stuk. Dan heb ik nog oorbellen gekocht. En voor mijn gevoel koop ik echt best wel vaak sieraden van Action. Kijk, allemaal ringetjes. Dit zijn echt precies het soort oorbellen wat ik nu gewoon heel graag draag. Gewoon van die ringetjes, dat heb ik nu ook in. En deze vind ik heel leuk met allemaal pareltjes en zo. En goud, love it. Dus dit vond ik heel erg leuk. En deze kost maar €1,99. Dus dat is echt geen geld voor zoveel oorbellen. En ik heb ook nog iets mega leuks. Dit is namelijk een sieradendoosje. Ook leuk misschien om cadeau aan iemand te doen. Deze kost €4 en dit is hoe het eruit... Oh, dingetje valt eruit. Maar hiermee kan je dus je eigen vakjes maken. Maar deze zit niet zo heel stevig vast. Maar dit is hoe het van de binnenkant er dus uitziet. Dus je kan ringen in doen en allemaal oorbelletjes of zo. Kan je allemaal hierin doen en zo meenemen. Ik heb al een sieradendoos, maar die is eigenlijk net even wat te groot. En laatst had ik dus heel toevallig eentje nodig. Want toen ging ik weekendje weg. En ik draag best wel veel sieraden. Dus ik neem ook altijd heel erg veel sieraden mee. En dat lijkt me daar echt ideaal voor. Deze had je ook in andere kleuren. Maar ik koos gewoon heel simpel voor zwart. Ik heb ook nog dit mandje gekocht. Hij ligt me heel erg in de weg nu. Dus ik moet hem even uit de tas halen. Deze heb ik gekocht omdat ik een cadeautje voor iemand heb. En het lijkt me heel erg leuk om dat hierin te doen. En dit mandje is ook al heel erg leuk überhaupt om te hebben. Maar het lijkt me dus ook leuk om cadeaus hierin te doen. Maar dat kan je natuurlijk ook heel erg leuk als een plantenpot gebruiken, zie ik hier. Wij hebben bijvoorbeeld hier ook precies zo'n mand van Action staan in de wc. Dan hebben we wat schoonmaakdingen erin. Ziet er toch net even wat gezelliger uit. En deze kost €4,69.
60. Dan om even bij de cadeaus en zo te blijven. Ik heb ook kaartjes gekocht. Deze kaartjes koop ik echt volgens mij elk jaar weer. Want ik vind ze dus heel erg leuk. Ik hou niet van die hele typische kaarten met... Nou, van die kerstkaarten bijvoorbeeld. Dit vind ik dan echt heel erg leuk. Want dat kan je voor altijd en voor eeuwig gebruiken. Kijk, dit is bijvoorbeeld zo. Ziet het eruit. Het is heel feestelijk. Maar je kan het voor alles gebruiken. Snap je wat ik bedoel? En ik heb mijn leven niet zodanig op orde. Dat ik iedereen kerstkaart stuur. En dan voor verjaardag weer een andere kaart haal en zo. En dit kan je gewoon echt overal voor gebruiken. En echt... I love it. Oh, deze is heel mooi. En er zitten natuurlijk ook envelopjes in. En deze kost €1,99. En je hebt echt heel veel kaarten. Hoeveel? 25. Oké, okay, om even in de kerstige sfeer te blijven, heb ik ook dit meegenomen. En dit zijn van die kleine kerstballetjes, maar ook kerstmannetjes. En dit is hoe ze eruit zien. Gewoon kleine kerstballetjes en kerstmannetjes. En deze kost €2. Onze boom is aardig gevuld. En we wilden sowieso geen grote ballen er meer in. Maar dit is natuurlijk heel erg schattig. Dus dit heb ik erbij gekocht. Oeh, gaat dat goed? Oh, dit is zo leuk. Oh mijn god. 2 mokken hebben gekocht. Want mijn huisgenootje, die heeft hier ook al 2 van gekocht. En we voelen ons altijd heel luxe en chic als we hier onze koffie uitdrinken in de ochtend. En we dachten, nou, we hebben er meer van nodig. Want wij zijn echt verliefd hierop. Ik vind ze echt prachtig. Met het gouden randje en die gouden tekentjes. Ja, echt mega, mega, mega leuk. Kijk nou... Hier wil je toch gewoon je koffie uitdrinken. Deze kostte €2,50 per stuk. En van de keukenafdeling hebben we dit meegenomen. Oh. Het is een drinkfles, maar van 1 liter. Ik hou hiervan. Oh. Dit is echt net een karaf. Nee, dit vind ik echt fantastisch. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Hier gaat gewoon 1 liter water in. En ik probeer in mijn leven echt genoeg te drinken. En dat lukt gewoon niet altijd. En met zo'n fles drink je echt wel wat meer. 1 liter, hè? Kijk, je kan het ook als een karaf gebruiken natuurlijk. Maar ik ga dit gewoon als mijn waterfles gebruiken. Ook ideaal voor in de sportschool waarschijnlijk. 1 liter water kan je meenemen. Dat is niet niks. Heel chill. Deze was €4 trouwens. Mooie dopper op. Ja, nee, ik vind het echt. Hier ben ik zo blij mee. Om ook nog meer in de keukensfeer te blijven, heb ik ook schoonmaakmiddel meegenomen. Dit is de Kitchen Cleaner. En dit is van het merk A Good Clean. Zou dat het merk zijn? In ieder geval, ik zie het echt heel veel bij de Action. Ook voor badkamer, afwasmiddel, handzeep. Echt in alle vormen en maten. Het is 100% gerecycled. En er zitten 98% plantaardige ingrediënten in. €1,27. En de allesreiniger is daarvan ook echt heel chill. Maar die was nu op, dus ik dacht ik neem de Kitchen Cleaner mee. Zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. Om even terug te komen in de kerstige sfeer. Is hier alles loopt lekker door elkaar. Maar ik liep ook echt door de Action. En ik dacht, oh, dit is leuk en dit is leuk en dit is leuk en dit is leuk. Zo liep ik daar. Maar kijk wat ik heb meegenomen. Geschenkaccessoires, om het even officieel te noemen. Maar dit zijn gewoon van die, hoe heet dat nou? Van die strikjes wat je kan opplakken op je cadeautjes als je het ingepakt hebt. En je hebt ook dit om er omheen te wikkelen. Nou, ik vind het in ieder geval... super. En ik vind het ook heel mooi dat het zwart is. Ik vind het echt heel vet eruit zien. Ik denk dat je cadeautjes echt heel leuk kunnen worden hiermee. En then again, ik kan het hele jaar door gebruiken. Wanneer het me uitkomt. Top. Oh ja, lintje. Dat was het woord wat ik even vergeten was. Het kost €0,89. Dan heb ik echt een hele mooie kaars gekocht. Wij houden hier enorm van kaarsen. We hebben eigenlijk heel vaak kaarsen aan. Er zit wel echt een hele subtiele geur aan. En hier staat ook dat die 50 uur meegaat. Het is ook echt... zo'n mooie glazen pot. En deze was wel iets duurder trouwens. Het was €6,79. Maar goed, als het echt 50 uur meegaat, dan is het natuurlijk helemaal niet zoveel. Daarna zou ik dit echt als een vaas willen gebruiken als het op is. Dan heb ik ook nog een aansteker gekocht. Speciaal voor kaarsen. En deze kost €0,69. Dan heb ik nog 2 handdoeken gekocht in mijn favoriete kleur. Namelijk groen. Ik match met ze. Dit heb ik niet eens expres gedaan. Er is iets in mijn brein gaande. Ik wil alleen nog maar groen in mijn leven. Dus ik zag deze handdoeken en ik heb nog geen groene. En ik heb wel vaker handdoeken van de Action. Ze zijn echt super. En deze kleur miste ik nog in mijn collectie. Dus deze 2 heb ik meegenomen. Ik hou trouwens echt van, niet van die enorm grote handdoeken, maar gewoon...
klein maar fijn. Sommige mensen vinden dit echt te klein, maar ik vind het heel erg chill, want het neemt ook niet zoveel ruimte in de kast. Ze kostte €1,99 per stuk. En om mee af te sluiten heb ik trouwens al een keer eerder aan jullie laten zien, maar ik heb er nog een verpakking van gekocht. En dat zijn van die make-up schijfjes die je kan herbruiken. Dus je kan het in de wasmachine gooien en dan kan je het weer gebruiken. Deze zijn echt fantastisch. Ik heb mijn huisgenootje ook helemaal verslaafd aangemaakt. En zij heeft nu ook een zakje van gekocht. Het stofje is heerlijk. Het is zo lekker zacht. En het haalt ook echt best wel goed je make-up weg. Maar ik gebruik het wel het liefst in combinatie met micellair water. Je krijgt er 10 in zo'n zakje. Ook heel handig om dat zakje natuurlijk te bewaren. Want dit is heel chill om dat zo in de wasmachine te doen. En voor deze 10 schijfjes betaal je €1,99. En hier kan je echt eindeloos mee doen. Dus dat is een hele goede deal. Zoals altijd, als je iets leuks hebt gezien in deze shoplog, wacht dan niet te lang met naar de Action rennen. Want het assortiment verandert natuurlijk heel erg snel. Dingen raken heel snel uitgekocht, maar dat hoef ik natuurlijk niet echt meer te vertellen. Maar ik doe het lekker toch. Dan was dit de shoplog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er iets aan hebben gehad. Voor nu wil ik jullie heel bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!